Maar ik zie er een beetje goed uit. Oh my god, I look so good. Mijn haren zijn bom. Nou, voor wat? Ik moet precies een presentatie voor school doen. Ik ga beginnen. Hallo. Hallo. Hallo allemaal en welkom bij mijn allereerste YouTube video. Vandaag ben ik met mijn bestie, Alexander. En wij gaan een Q&A doen, zodat jullie ons een beetje beter kunnen leren kennen. Ik heb gevraagd om vragen te stellen via Instagram en TikTok, dus deze gaan we beantwoorden. Ja, maar moeten we eerst wat meer over onszelf vertellen? Okay, we zullen... Het is geen presentatie, hè? Ja, maar we zullen eerst wel de basics over onszelf vertellen. Ja, mijn volledige naam is Laura Kumpen. Ik ben 19 jaar, ik verjaar op 27 mei. Ik ben een tweeling. Jij zus? En voor de rest, dat is eigenlijk echt het enige wat ik al over mezelf kan vertellen. Oké, nu jij. Zeg gewoon de basics over jezelf. Ja, jij zei... Wanneer je verjaart. Maar jij zei zo je sterrenbeeld. Je bent een stier. Maar wie boeit dat? Ah. Ja, dus ik ben Alexander, ik ben 20 jaar. Is het al? Heb je niks meer over jezelf vertellen? Nee. Oké, dan zullen we overgaan naar de vragen. De vragen zijn vooral zo, over... Om samen. We hebben niet echt aparte vragen gekregen. Ja, de vraag die echt het meeste was gesteld was hoe we elkaar hebben leren kennen. Gaat jij dat vertellen? Kunt jij dat niet of zo? Ik kan dat wel weten. Hij weet dat niet meer. Tuurlijk weet ik dat wel gezegd, elke dag. Hoe we elkaar leren kennen? Oké, ik zal het wel vertellen. eigenlijk op een evenement van Samsung. Ik was daar met Marco. Ik was niet van plan om naar daar te gaan, maar Marco heeft mij uit mijn bed gesleurd, zo. Ja. And here we are now. Nee, toen heb ik... Ik wil eigenlijk wel één ding even zeggen. Ik was daar door Elias. Elias, ja. Verwild. Als ik niet was meegegaan, had ik haar nooit ontmoet, dus... Ja, dat is waar. Maar toen hadden we eigenlijk nog niet heel veel gepraat of zo. Dus... We hebben elkaar pas beter leren kennen enkele weken later. Maar nog niet die dag zelf, omdat we toen in een lastige situatie zaten. Kind of. Oké, next question. Ah ja, een tweede vraag, dat is eigenlijk die ik nog vaak beantwoord, maar hoe lang wij nu samen zijn? Ja, nu een jaar en... Vijf maanden. Oeh, zeker. Een jaar en 2 maanden bijna. We zijn samengegaan op 1 januari 2022. 22. Ja. Derde vraag, wat studeren jullie? Ik studeer geneeskunde. Dat is echt waar, ik ben nu mijn vierde jaar... maar volgens mij moet ik er nog 4, want ik heb een paar vakken moeten meenemen. Maar dus nog wel enkele jaren en dan ga ik een dokter zijn. Ik studeer marketing. Hoogschool maar. Niet meer voor lang. Alexander, jij studeert. Jawel, ik ben echt, ik zweer het, ik doe het echt. Achter mijn rug of wat? Achter de rug. Oké. Mm-hmm. Dus ik studeer marketing, maar dat gaat niet altijd goed. Nee, dat gaat niet meer heel lang duren, denk ik. Oké, wacht. Deze vraag gaan we zo tegelijk beantwoorden. Ik ga hem stellen en dan 3, 2, 1 en dan gaan we hem samen beantwoorden, oké? Oké. Ja. Wat is jullie comfort serie of film? 3, 2, 1, Seinfeld. Onze! Ah, onze! Maar ik dacht, onze. Dat is toch anders bij u dan bij mij? Maar wij kijken toch altijd Friends aan? Ik haal de film niet meer. Ja. Omdat we dat uit hebben. Wie kent de relatie beter? Ja. We zijn samen Friends beginnen kijken op het begin van onze relatie. Ik had nog nooit Friends gezien voor hem. Like, what the fuck? Ja. Fun fact, ik heb de laatste aflevering nog steeds niet gezien, omdat ik dat niet wil. Ik wil niet dat dat eindigt. Dus wij kijken soms wel zo random afleveringen door elkaar, maar nooit de laatste. Ik wil die nog steeds niet zien. Toch? Toch. En dat is ondertussen toch wel 7 maanden geleden, zodat we dat hebben uitgekeken. 5, denk ik. Oké, 5 dan. Oké, tips om je beter te voelen. Gewoon naar buiten gaan. Dat is echt, voor mij is dat heel belangrijk, naar buiten gaan. Lief bij zijn café te vinden, ja, klaar. Jij bent zo niet serieus. Tips om je beter te voelen, daar kan ik echt niet op antwoorden. Nee. Als ik dat wist, dan ga ik ze. Geef jullie maar wat tips, want ze heeft het nodig. Ja, thanks. En ik heb daar echt niks mee te maken. Dat is waar. Ons leukste tripje samen. Oké, dan gaan we ook zo 3-2, want we hebben er afgelopen jaar wel een paar. We hebben er eigenlijk al 5 of 6 gekregen. Ja. De leukste die we al hebben gedaan, oké. 3, 2, 1, Zakynthos. Ah, broeder! Het doet toch niet zo leuk. Oké. By the way, ik weet niet of dat iemand het boeit, maar we hebben de ambetantste onderburen. Ja. Echt waar. Zijn kijken die deze video? Ja, dat zijn Duitsers, die gaan niet kijken. No offense, maar... Die
Ik praat geen Nederlands. Maar dat is een upcoming producer of zo. En de hele tijd boenke, 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 boenke. Maar om 4 uur s'nachts. Ja. Ja, dat was mijn verhaal. Oké. Dankjewel. Dit is onze leukste trip van Zakynthos. Ja, dat is een eiland. Een eiland in Griekenland. Ja. Nee, dat was eigenlijk echt wel heel leuk. Maar ja, je hebt het wel gezien op een week. Zal ik ja, zo nee, op 3 dagen eigenlijk. Ja, wij zouden niet teruggaan, toch? Nee, misschien nu 10 jaar. Ja, maar niet zo volgend jaar alweer teruggaan. We hebben het gezien. En het is ook duur aan het worden daar. Want eerst was dat blijkbaar niet zo duur. En nu is dat echt zo, gelijk nee. Mykonos aan het worden. Ja, nu is dat zo beroemd aan het worden. Ja. Dus dat is best kut. Maar wel een aanrader. Een aanrader, zeker. Als je geld hebt. True. Dat zie ik. Wat zijn jullie favoriete activiteiten om samen te doen? Slapen samen, filmpjes kijken. Wat doen we eigenlijk nog veel samen? Eten. Eten? Ik ga graag uit eten, dat wel. Ja, sushi. Ja, we gaan heel vaak sushi eten, maar ik lust geen vis. Ja. Ik ben echt een neppe sushi eten. Ja. Oké. Okay. De volgende vraag is, hebben jullie hiervoor al een relatie gehad en hoe staan jullie daar tegenover? Ik niet, persoonlijk. Ik ook niet. Nee, voilà. Nee, ja, maar ja, ik weet niet. Wat moet je daaraan doen? Je kunt moeilijk even terug in de tijd gaan en elkaar eerder leren kennen ofzo. Dat is een moeilijke. Het boeit ons eigenlijk vrij weinig dat onze verleden boeien. Toch? Ja, boeien. Boeien. Ja, kurk. Dus ja, we hebben wel een relatie gehad. Relatie. Mm. Ja, en ik 2. What the f... Oké! Okay. Let's go. Stinkt, hè? Volgende vraag. Naar waar zouden jullie nog graag samen op reis gaan? Ik wil heel graag naar de Malediven, maar dat hebben we besproken om te doen als huwelijksreis. Hebben we dat niet besproken? Dat weet ik niet. Dat kan. We hebben dat besproken. Dat is wel hoor. Jij zult dat waarschijnlijk besproken hebben. Of misschien al eerder als dat gaat. I don't know, naar Vietnam of zo. Echt? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik denk dat wij nog heel veel samen willen reizen. Ook New York wil ik ook samen eens gedaan hebben. Ik heb dat nog nooit gedaan, jij wel een paar keer. Maar dat wil ik sowieso eens samen met u doen. En ja, ook zo veel tropische dingen. Hè. Dingen wil ik ook heel graag. Hoe noemt dat weer? Curaçao. Ah. Ja, Curaçao. Curaçao. Oké, dus Curaçao wil ik ook nog heel graag doen. Amai, we zijn zoveel aan het zeven, maat. Goed. Hoe is jullie band met jullie vrienden? Mijn band met mijn vrienden? Ja, en andersom. Met mij is alles in orde, hè? Ja, Alexander, ja, ik wil zeggen, je hebt heel veel vrienden, maar dat ook weer niet. Ik heb gewoon goede vrienden. Ja. Nee, ik heb echt een heel goede band met mijn vrienden. Mijn vrienden betekenen echt alles voor mij. Echt nummer 1, sowieso. Ja, en jij? Ik heb een paar heel goede vrienden, sowieso, maar ik hoef die zo niet wekelijks te zien. Dat is het verschil. Jij moet je vrienden echt wel wekelijks hebben gezien, ik niet. Maar echt niet. Ik kan die maanden niet hebben gezien, maar ik hoor die iedere dag. Hè. Ik hoor die iedere dag, maar ik hoef daar niet per se mee af te spreken. Er zijn nog een paar vragen over onze toekomst, dus die gaan we nog beantwoorden en dan gaan we afronden, denk ik. 1 vraag was of wij kinderen willen later en hoeveel? 6 zeker. Jongen, echt. Dan pers je ze er zelf uit. Mooi. 1 of 2 kinderen wil ik sowieso. Ik wil er 2. Ja, en ik wil sowieso vroeg mama worden. Heel vroeg opa worden. Heel vroeg opa worden? Heel vroeg. Oké, dat zullen we zeker zeggen tegen ons kind. Goed. De volgende vraag was, wanneer willen jullie samenwonen? Binnen het jaar toch zeker een nieuw appartement hebben. Ja, want ik zit op appartementen en Alexander is hier wel basically altijd. Allee, hij woont ook nog thuis, maar toch meer hier. Ja. Eigenlijk. Dus ja, eigenlijk zouden we wel graag... Ja, eigenlijk echt al binnen een jaar. Maar wel ook nog in Antwerpen. Ja. Want ik ga echt niet in Limburg wonen. Nee, en Antwerpen is ook goed voor mij, maar gewoon iets groter. Want dit is een goed appartement voor iemand alleen. Maar voor 2 is het dan weer zo net iets te klein, toch? Ja. Zeker voor alles anders dan kleren. Oh man, ik word er zot van. Die liggen overal. Maar dat is omdat ik zoveel krijg van iedereen. Ah ja, deze hebben we nog niet beantwoord. En dat gaat over zo, ja, TikTok en zo dat we dat doen. 1 vraag was of wij vaak herkend worden. En dan was er nog een vraag hoe wij omgaan met bekendheid. We don't. Ben niet bekend of zo? Nee. Jij ook niet? Nee. Ik moet wel altijd... Allee, als ik naar buiten ga, ik zorg dat ik een pet op heb, mijn kap op heb, mijn bril op heb, mijn mondmasker op heb. En dat gebeurt af en toe, maar... Dat is totaal niet waar. Eigenlijk, wij worden heel weinig herkend. Nee. Ja, hallo? Ja? Ja, ik ben even een video bezig, ja. Oké, tot zo.
En dan nog een laatste vraag om mee te eindigen. Zo wat onze droom is later als job of om te doen. Maar dat vind ik een heel moeilijke vraag. Misschien kunt jij daarop antwoorden. Ja, zoals ik eerder al had gezegd, ben ik nu bezig met geneeskunde. Dus ik denk dat ik gewoon die richting uit wil, dokter worden. Als er mensen dit kijken en die kunnen niet sarcasme herkennen en die geloven dat. Die geloven? Ja, dus wat willen wij nog zeker bereiken? Gewoon een stabiel leven samen. Ja, en niet in België. Nee, niet in België. Liefst ja, binnen een paar jaar toch wel verhuizen naar het buitenland. En job vind ik heel moeilijk, want ik weet totaal niet wat ik wil doen in mijn leven. Jij wel? Ja, dokter. Kun je nu eens even normaal doen? Wat wil je als job doen later? Een antwoord te gooien? Ik kan het nog niet vertellen eigenlijk. Maar ik ben tegenwoordig heel veel bezig met geneeskunde. Goed. Dank je voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten of jullie het interessant vonden. Of wij nog eens een Q&A moeten doen. Of jullie nog meer over ons te weten willen komen. Nee, laat achter wie de volgende keer Laura een Q&A moet doen. Zodat ik dat niet meer moet doen. Ciao, ciao. Oké, see you later. Bye. En ik ben het niet vergeten, maar ik had ook al een vraag zien staan van Alexander, wil je een stroke voor ons? Dus ik moet het nog even doen. Ciao, ciao.